Bij het woord mystiek denken we al vlug aan extases, waarbij de mysticus onttrokken aan de wereld zich vol verrukking één voelt met de natuur of met God. Voor ons oog verschijnt dan wellicht het beroemde beeld van Teresa van Avila van Bernini, Teresa die in zwijm achterover ligt tegenover een engel die een goddelijke liefdespijl op haar richt. Maar wanneer we onze middeleeuwse mystieken lezen, dan zien we dat niet de extase, maar wel de begeerte het centrale thema is. Want hoe kan een geschapen, eindige, nietige mens één worden met zijn ongeschapen, eindeloze, almachtige schepper? In het excerpt uit de geestelijke bruiloft van de 14e eeuwse mysticus Jan van Rusbroek dat ik nu voorlees, vormt juist dit verlangen, dit hongeren zonder verzadiging, het centrale thema. Hier begint een eeuwig honger die nimmer meer vervuld werd. Dat is een inwendig gieren en de kriegen der minnender kracht en het des geschapens geests in een ongeschapen goed. En de want die geest gebruiken begeert en de hij daartoe van gode geëist en de genodigd is, zo wil hij het emmer volbrengen. Ziet, hier begint een eeuwig gieren en de voortkriegen in een eeuwig ontblieven. Dit zien die armste lieden die leven, want ze zien gierig en de gulzig, want ze hebben de mengeraal. Wat ze eten en de drinken, zien werden nimmer meer zat in deze ruis, want deze honger is eeuwig. Want een geschapen vat kan geen ongeschapen goed gevaten. Hieromme is daar een eeuwig hongerig kriegen, en de God vloeit al over in één ontblieven. Hier zijn grote gerechten van spiezen en de van dranken, die is niemanden weet dan die is gevoeld. Maar volle gezadigheid en gebruiken, dat is dat gerechte dat daar ontblieft. En de hieromme vernieuwt die honger altoos. Nog dan vloeien in den geriene honigrivieren vol allere weelden, want na allere wies dat de geest gedenken en de vizieren kan, zo smaakt hem deze weelde, maar dit is al creatuurlijker wies en de ondergode. En de hieromme eest een eeuwig honger en de ongeduur. Al gave God deze mensen alle die gaven die alle heiligen hebben en de al dat hij gelijsten mochten zonder hemzelven, nochtan bleven die gapende gier des geests hongerig en de ongezadigd. Gods inwendige ruren en de gerienen maakt ons hongerig en het doet ons kriegen, want die geest Gods jaagt onze geest. Zo meer gerienens, zo meer hongers en de kriegens. En dit is minneleven in haar hoogsten werken, boven redenen en de verstaan.